ze dat niet doen. Ik had de bedoeling dat je goed op ja. Oké, we zijn hier bij de Heukers in Wijk en Aalburg. En de Heukers, dat is een groepje, ja. Willem, vertelde jij eens eigenlijk, wat zijn de Heukers eigenlijk? Nou, we zijn gewoon een stelletje vrienden die een beetje gein doen, een beetje aardigheid met elkaar. Nou, we staan op punt om naar Roemenië te vertrekken, om hulpgoederen weg te brengen. En dat hebben we hier best wat keren hebben we daar gedaan. En nou gaan we weer. En we hebben prachtig weer, dus het begint al heel goed. Ja, nou, ik begrijp dat er deze keer ook mentale ondersteuning is door de vrouwen. Ja, nou hebben we twee vrouwen erbij op het schip. Dus ja, ze zeggen al, vrouwen brengen ongeluk. Maar ja, wij dat is niet waar. Wij zullen bewijzen dat het niet waar is. Oké. Okay. Dus dat wordt een leuk tripje. De vrouwen komen uit de Filipijnen, dus ze zijn reuze. Ze zijn reuze benieuwd hoe dat is in Roemenië. Oké. De priester is de baas van het kinderweeshuis. Die is ook heel benieuwd om de dames te ontmoeten. Uit de heel andere cultuur. Oké, en ik begrijp dat jullie met twee auto's gaan deze keer? Ja, met een transportbus van mijn eigen. De Vito-bus, de Heukerbus. Okay. En we hebben een transportbus van Klaas Hobo uit Brakel. Uit Brakel, ja. Gekregen. Ja. Krijgen we trouw elke keer een prachtige grote transportbus. En die zit helemaal volgeladen met allerlei spullen. Er zitten prachtige trainingskleren bij, nog nieuwe van Marianne Vos. Ja. Het nieuwe speelgoed bij hem is ja. Van Jaco Sport zit er ook nieuwe dingen bij. Er zitten prachtige dingen bij. Oh, dus je bent echt wel goed ondersteund door de middenstaand ook. Ja. En van Henk Bouwman kregen we een hoop kazen, van die goudse kazen. Ja. Zijn ze gek op de Roemenië. Ja. Maar uit hoeveel mensen bestaat die groep eigenlijk? Ja, we bestaan eigenlijk uit drie fanatieke. Ja, en daarbij en dan toch, hebben we gewoon, ja, toch ook wel een stelletje sponsors. Want ik zag daar net binnen toch best een behoorlijke groep mensen zitten die jullie uitkomen zwaaien. Ja, dat is altijd leuk. Elk jaar komen ze ons uit zwaaien als we vertrekken. Dat is altijd leuk. Oké. Even houden zeggen. Ja, ik ga even naar de andere bank. Daar zitten ook nog een paar mensen. Even kijken. Nou, deze in ieder geval eerst Marinus. Goedemorgen, Marinus. Goedemorgen. Je hebt er echt een mooi pet voor op. Oh, nee, het is een hoed eigenlijk. Hè? Ja, mijn hoed. En jij bent ook een van de chauffeurs? Ik ben een van de chauffeurs en een van de vrijwilligers hier. Oké. En daarnaast zit Jan Willem. En die jonge dame, dat is? Brenda. Oké, Brenda. Jullie gaan ook alle drie mee met. Met de heukerbussen eigenlijk, hè? Ja. En voor Marinus, die is al meer keer geweest. En de buurman, die gaat voor de eerste keer. Het wordt onze eerste keer. Oké. Nou ja, volgens mij net er prachtig weer op. Ja. En ik denk dat je het niet beter kunt treffen. Benieuwd wat je aantreft daar? Reus benieuwd. Ja. Ja, goed dat je dat nog nooit meegemaakt hebt. Het is daar best even lastig. Een heel andere beleving. We zien natuurlijk heel veel van de tv, maar in werkelijkheid is het ook even iets anders. Ja, zelfs in de Filipijnen. Je krijgt een heel ander beeld. Ja. Oké, ik wens jullie in ieder geval een goede reis. We gaan jullie dadelijk nog even uitzwaaien. Ja. En dan komen we in ieder geval weer veilig thuis. We zullen zeker geen dorst leiden daar, joh. Ik weet daar geen zorgen om. Ik geloof dat de Heukers daar niet zo bang voor zijn, hè? Nee. En ik weet dat ze in Hongarije en Roemenië goed bier hebben. Ja. Altijd, joh. Ja. En het is net als wat normaal zingt. Ik kom altijd weer terug. Oké, het allerbeste. Dankjewel. Houdoe. 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 Nou ja, dat zijn in ieder geval een hoop vrienden, sponsors zo die de Heukers uit gaan zwaaien. En we zijn vanmorgen al lekker begonnen met een bakje koffie en een sneek. Ja, toch wel stevig gekeken, om het zo maar te zeggen. Ik zie het niet altijd zwaar. Ik weet dat het niet. Ik doe 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 het niet.
voort zo erop. Nou, allemaal goede reis. Dat jij? Staat de boot er ook bij bijvoorbeeld? Ja, niet helemaal.